2016 geef ik workshops in mijn atelier in Hasselt. Maar die kunnen nu jammer genoeg niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. En daarom heb ik besloten om een aantal tutorials te gaan uitwerken. Met vandaag als eerste tutorial deze. Hier kan je zien dat ik een konijntje getekend heb met voornamelijk in de achtergrond veel details en kleur. De bedoeling is dat we in het negatief gaan werken en ons object dus voornamelijk wit gaan laten. En we gaan dat doen met kleurpotloodjes. Indien je geen kleurpotloden thuis hebt, geen paniek. Je kan het ook gaan uitwerken op deze manier. Dus gewoon standaard met een schetspotlood, een HB-potlood of een 2B-potlood. En het kan zelfs op gewoon printpapier. Als eerste stapje gaan we op zoek naar een diertje. Ik ben gewoon op Google gaan zoeken naar een konijn, maar je kan evengoed op zoek gaan naar een kat of een hond. Je kan ook een foto gebruiken van je eigen huisdier, van je hamstertje of van een vogeltje. Maakt niet uit wat. En dan ga ik daar een papier overheen leggen en ik ga proberen om dat over te tekenen. Nu, dat heeft nogal eens de neiging van dan te gaan verspringen, omdat doorheen het blad mijn touchscreen evenzeer werkt. Dus ik ga dat heel voorzichtig proberen te doen. Je kan dat natuurlijk ook gaan uitprinten en het dan gaan overnemen via het raam ofwel via een lichtbakje. Ik ga het heel voorzichtig op deze manier proberen te doen. Oké, nu hebben we de belangrijkste delen van de foto hebben overgenomen. En nu kunnen we dit een beetje gaan verder uitwerken in detail. Ik ga mijn konijntje ook een staartje geven. Je ziet er wel geen op de foto, maar in een illustratie kan dat natuurlijk wel. Ik ga mijn oogje iets lager plaatsen, omdat het dan wat schattiger en lieflijker gaat worden. Het is eigenlijk gewoon een zwart kraaltje met een klein wit stipje. Dan heb je meteen een oogje getekend. Voilà, ik ga het hierop houden als basis voor mijn illustratie. Dan als volgende stukje ga ik mijn konijntje overzetten op een nieuw schetspapier. En ik ga dat doen met behulp van een lichtbak. Ik heb hier een lichtbak. Deze komt uit de Action. Die kost iets van een 10 of 12 euro. Maar ja, momenteel is de Action dus niet open. Ik denk wel dat je ze ook nog kan bestellen bij bol.com of Amazon. Maar als je het niet in huis hebt, kan je sowieso altijd via een raam je tekening gaan overnemen. Hij heeft ook 3 verschillende standen. Ik zet hem altijd op het meest intense, dat hij het meeste licht doorgeeft.
En nu ga ik konijn overtekenen. En ik ga rondom heen al wat plantjes gaan tekenen. Ik heb een aantal plantjes geoefend. Ik ben een beetje op zoek gegaan naar inspiratie. En ik ben tot deze plantjes gekomen. En ik ga er hier waarschijnlijk een aantal uit gaan gebruiken om rondomheen mijn konijntje te gaan tekenen. Oké, ik ga het hierop houden. Ik vind dit wel een leuk ontwerp. Misschien dat ik hier en daar wat plantjes ga verschuiven of verplaatsen. Maar grosso modo ga ik het hierop laten. En ik ga dit overzetten op tekenpapier. Als je geen tekenpapier hebt thuis, dan kan je even goed gewoon gaan kleuren op schetspapier. Ik gebruik zelf tekenpapier van Canson, wit tekenpapier, 200 gram A4 formaat. Dit heeft een fijne korrel, dus het is redelijk vlak om op te gaan tekenen. Wanneer je een hele grove korrel hebt, dan ga je moeilijker gaan kunnen kleuren, want je gaat die kleine putjes van je papier niet gevuld gaan krijgen en daardoor ga je van die kleine witte vlekjes gaan krijgen. En als volgt ga ik op zoek naar een leuk kleurenpalet. Ik ga proberen om niet te veel kleurtjes door elkaar te gaan gebruiken, maar eerder één bepaalde kleur en daar enkele variaties of schakeringen van gaan gebruiken en nog een andere kleur en daar ook een aantal variaties. Maar niet meer dan die twee kleuren
variaties. Omdat wanneer ik met te veel kleurtjes door elkaar ga gaan werken, dan gaat het een beetje een cacophonie worden. En dat probeer ik wat te vermijden. Je kan bijvoorbeeld op Pinterest op zoek gaan naar kleurenpalet. En je gaat dan een hele hoop voorbeelden te zien krijgen van paletten die interessant zijn. En hier kan je zelf iets gaan uitkiezen wat je tof vindt. Ik vind dit wel mooi, dus ik ga een beetje op zoek in mijn kleurpotloden doos naar deze tinten. Voilà, ik ga het op deze kleurtjes gaan houden. Maar als eerste stapje ga ik nu mijn tekening gaan overnemen met de gewone tekenpotlood. Trouwens, als je geen kleurpotloden in huis hebt, kan je ook je tekening gaan uitwerken met een gewone schetspotlood, dus een grafietpotlood. En dan kan je gaan werken met gewoon de intensiteit van je potlood. En hier en daar harder op je potlood gaan drukken. Of net minder hard. En zo schakeringen in je grijs tinten gaan creëren. Oké, ik heb nu mijn tekening overgezet op het goede papier. Ik ga deze met behulp van een kneedgom een beetje gaan opdeppen, dus gaan lichter maken. Zodat ik hem net nog voor mezelf voldoende kan zien om hem in te gaan kleuren. Maar zo gaat het tekenpotlood niet in de weg zitten van mijn kleurpotloden. Als je geen kneedgom hebt, dan kan je proberen met een gewone harde gom heel zachtjes hier en daar wat te gaan weggommen. En dan ga ik beginnen met mijn lichtste kleur, blauw. En ik ga rondom mijn konijntje gaan kleuren. En vooral tegen het konijn zelf aan ga ik harder op mijn potlood gaan drukken.
Als volgende stap ga ik over naar een andere tint blauw. Deze is iets donkerder blauw en ik ga ook nu hier en daar weer meer intenser mijn potlood gaan aanzetten. Ik ga ook met deze kleur mijn plantjes gaan kleuren die ik niet heb uitgespaard. Dus hier onder andere zat een lange stengelachtige plant. Ik ga die nu ook gaan tekenen. Ik ga nu overstappen naar deze kleur, deze donkergroen-blauwige tint, om hier en daar nog meer details naar voren te gaan halen.
Ik ga nu ook in mijn konijntje hier en daar wat kleur gaan zetten. Ik ga een heel klein beetje van dat zacht bruin gaan gebruiken. Maar verder ga ik vooral de omlijning doen met dezezelfde blauwtint die ik heb gebruikt rondom het konijntje.